ontzettend gezellige tijd van het jaar, de donkere dagen voor kerst. Het is niet alleen heel erg leuk en heel erg onderhoudend voor de mensen die zingen, maar natuurlijk ook voor de mensen die luisteren en die het mooie centrum van Almelo bezoeken. Dus er worden een heleboel vliegen in één klap geslagen met dit korenfestival. En ja, daar hoort ook een wedstrijd bij van goed en mooi zingen, mooie uitvoering hebben. Daar heeft een deskundige jury zich over beraden. Ik heb hier de uitslag in de hand. En ik mag het meteen al vertellen, het was tussen de derde en de tweede prijs heel erg spannend. De jury vertelde me net dat het bijna op hetzelfde uitkwam en dat het echt een minimaal verschil was. Maar de derde prijs is gewonnen door Pop for You onder leiding van Michael Meerik. Een hartelijk applaus nog een keer. Pop for You. Ja, als ik nu de nummer 2 bekend maak, weet u natuurlijk meteen wie de nummer 1 is. Want er waren 3 genomineerden, dus het is een kwestie van optellen en aftrekken. Ik doe het, denk ik, in de volgorde dat ik de nummer 1 bekend maak. Zullen we dat doen? En dan gaan we daarna uiteraard ook nog een keer het applaus voor de nummer 2. Maar de eerste prijs van dit Korenfestival wordt uitgereikt aan What's New? En uiteraard een hele grote week. What's new, dames en heren? Maar ik zei het al even, er is ook een tweede prijs, een zilveren medaille. En ik wil graag naar voren de vertegenwoordiger van Cantabile onder leiding van opnieuw Marion Meerik voor de tweede prijs. Cantabile, dames en heren. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Iedereen die hier Almelo bezoekt vandaag hier in het centrum op verschillende plekken heeft u kunnen luisteren naar zangmuziek. Ja, laat het gezellig geweest zijn. Ik hoop dat u een plezierige tijd in het centrum heeft gehad. Ik wens u alvast hele fijne feestdagen die hier alweer een klein beetje begonnen zijn. Voor vanavond een hele fijne avond voor de mensen. En nogmaals een daverend applaus voor die 3 prijswinnaars. Dat loont. Waarom denk je dat je gewonnen hebt? Wat was er speciaal aan je? Ik denk omdat je ziet dat we er heel veel plezier in hebben. Okay. En misschien hopelijk ook omdat we gewoon goed zingen. Maar... Wil je echt ja, zeker. Bedankt.